Klappen van de deuren. Het slaan met de deuren, ja. Want dan rollen gewoon hier de vaasjes van de vensterbank af. Zo hard klapt ze met die deur. Nou, hier, dit bedoel ik. Dat bedoelen we dus. Hij kwam niet normaal dicht, die deur. Dat is de onderbuurvrouw. Dat is de onderbuurvrouw. Ja. Twee. Dit. Ja. Dit is het. Je was rustig. Ja. Hoort u me? Ja, nu horen dit we is wel. Heel hard. Dat, zo gaat het niet, denk ik. Want dan, het was Max! De buren klagen, Victor. Wij zijn eigenlijk klaar met de geluidstest. Heeft u hem gehoord? Ja, dat kan je wel zeggen. Kijk, hier zit zo'n ding op, hè? Een draar. Ja. En de deur natuurlijk. Ja, die deur, dat was... Die gingen, want als die tocht op staat, dan knalt die deur dicht aan de voorkant. Ja, dat schrok je zo ook van toen je vanmiddag boven. Ja, ik zei al, het is een wonder dat de ruit er nog in zit. Ja. En als je boven zit... Maar toch ging hij ook wel heel hard dicht. Ik weet niet, maar nou, we hebben het een paar keer gedaan. En dat is eenvoudig op te lossen, toch? Ja, er bestaan speciale soorten deurdrangers. Ja, die hebben een hele vreemde naam. Die heten Dictator. Oké. Okay. Ik kan het helaas ook niet veranderen. Ik heb een dictator over de vloer? Ja, een dictator over de vloer. Ik heb er een plaatje van. Oh. Dit is een dictator. Oh ja, die ken ik wel. Ouderwets. Met zijn wieltje. Ja. Met zijn wieltje. Dus dan kan die dichtknallen en dan wordt hij opgevangen. Dan dichtknallen, wordt hij opgevangen en dan gaat hij het laatste stukje heel zachtjes dicht. Zo'n ding, ja. Is dat duur, zo'n ding? Ja, een paar tientjes. Nou, dan kan me de kop niet kosten. Zo snel mogelijk naar je toe. En dan lossen we het op. Dames en heren, een dictator. U heeft het geleerd.